Het komt eraan. Het is onderweg. Het is er bijna. De absolute barrage aan eindejaarsgames die onze portemonnee aan gort scheurt, plundert en ons verweest, verkocht en verkracht achterlaat. Ondanks de voorbode van een verschroeiende storm heb ik 3 soldaten in mijn crew die vastberaden zijn om die woesternij te overleven. Ik heb iemand die al zoveel kleerscheuren heeft van decennia aan eindejaarsgamingsperiodes dat zijn t-shirt een Marcelken is geworden, zijn schoenen sletsen en zijn onderbroeken string. Dag Braga. Hey Roma. Iemand die sinds de geboorte van zijn zoon nu niet 1, maar 2 kinderen kan offeren aan de gamegoden van de storm in ruil voor genoeg tijd voor al die nieuwe titels. Dag Laszlo. We werkten het maar zo, hè. En dan iemand die zijn ziel zou verkopen voor wat extra uren gameplezier per dag. En als hij dan eens tijd heeft om te gamen, dan sleur ik hem wel achter zijn PC voor onze podcast. Dag Luca. Goedenavond, Roma. Ik ben nog altijd jullie host Roma en ik heet jullie ongelooflijk hard welkom bij de Bragalicious Podcast. Zoals immer een gewoonte noemen ze dat, dan gaan wij aperitieven vooraleer dat we aan de zware brokken beginnen. Laszlo, waarover wilt jij ons even wijzer maken? Kent jij de term wowkiller nog, Roma? Het zegt mij nog iets. Het zegt u nog iets. Wel, het is een term die ik al lang niet meer in de mond genomen heb, maar als ik nu kijk naar hoeveel spelers de nieuwe MMORPG New World gehaald heeft op zijn allereerste dag, namelijk 707.000 spelers tegelijkertijd, en dan geraken er heel veel mensen nog niet binnen, dan denk ik dat je wel over een bescheiden succes kunt spreken. Dus ja, de nieuwste MMORPG van Amazon Studios, denk ik dat het heet. Mooi succesverhaal om mee te starten. Of dat de game zelf ook goed is, geen idee. Ik heb het nog niet gespeeld, maar ja, het ziet er wel goed uit. Dus ja, het piques my interest. En schep eens idyllisch de setting. Oei. Het doet mij qua setting wat denken aan Greedfall. Ja, jullie... wel, daar doe ik het wel aan denken, ja. Ja. Het is zo, je hebt nu ook zowel met vuurwapens als met zwaarden als met speren. En het is. Ik heb het een van de besloten betas. Ik denk ja, vorig jaar, want het is al een poosje dat die in ontwikkeling is. Heb ik die eens kunnen spelen. En ik vond dat eerlijk gezegd best wel meevallen. Het liet een beetje een frisse wind waaien door een, zou ik nu het woord, dik of dun bezaaid genre moeten gebruiken eigenlijk, of een genre waar daar weinig vernieuwing in zit, omdat bepaalde games zoals World of Warcraft, Star Wars, Lord of the Rings Online, Elder Scrolls Online toch al reeds jaren meedraaien en dat het daarom toch een beetje verrassend een aantal nieuwigheden bevatten. Maar zoals gezegd, 707.000 mensen op dag van launch, ja, het is nieuw, hè. En ik denk dat heel veel mensen gebruik gaan maken van de gratis proefperiode om het een keer te spelen. En dan, voor mij was het ook, ik heb bijna elke MMO gespeeld en op de een of andere reden keerde ik altijd terug naar WoW. Ook al had ik er soms spijt van, zeker in het geval van Star Wars, die Star Wars MMO die ik ook wel graag gespeeld heb, of Aeon, of Rift, of noem ze maar op allemaal. Ik heb ze allemaal gespeeld, maar toch Final Fantasy Online 14, ook een geweldige MMO trouwens, die voor mij wel nog steeds absoluut de moeite waard is, maar we zullen afwachten. Wel, ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar wat dat mij wel aanspreekt, of wat ik er al over gehoord heb, is dat zo de combat en zo veel meer skill-based is. Echt, dat je echt zo aanvallen moet dodgen en goed moet kunnen mikken en zo. En dat is wel iets dat mij meestal in MMO's ja, wat op de honger doet zitten. Dat is zo vaak gewoon spammen, dezelfde spels opnieuw gooien en dat zou dit spel wel eens meer up my alley kunnen maken dan de meeste andere MMO's waar ik doorgaans niet zo lang in weet door te brengen. Er is een game waar dat jij al heel wat uren in hebt gestoken, Praga, en ik ook, waarbij dat voordat de game uit is, het al een beetje game over was. Mm-hmm. Vertel.
En nu verwacht je dat ik mijn nieuwsfeit van de week vertel. Dat bedoel je eigenlijk? Dat was mijn perfect kabbelend riviertje daar naartoe. Ja. Amai, maar de brug is precies ingestort. Het brugje was ingestort. Hè. Awkward. Ja, dus, ik blijf er keer op keer verbaasd van staan. En ik word er kwaad van ook. Dat hackers en cheaters erin geslaagd zijn om de beta van Call of Duty Vanguard te verneuken, als ik dat woord mag gebruiken. Ja, waarom niet eigenlijk? Ik ben eigenlijk niet kwaad op die hackers en die cheaters. Maar ik ben eigenlijk wel kwaad op Activision en Co. Dat is nu al maanden, jaren, dat we weten dat dat spel geteisterd wordt door hackers en cheaters. En nu gaat hij mij toch niet zeggen dat er niemand bij Activision of Treyarch of Sledgehammer of de derde daar slim genoeg is om daar iets aan te doen. Ze weten het. En dus ja, we smijten met een banhamer een keer links en we smijten een keer rechts. En van Nasla smijten we een keer in het rond en we gaan er 100.000 bannen. En toch blijft dat fenomeen keer op keer terugkomen. En ik word daar kwaad van, want ik krijg er regelmatig zelf mee te maken als ik Cold War online speel. En ja, ik snap het niet. Is er dan echt geen enkele mogelijkheid om daar iets aan te doen? Ja, het is natuurlijk iets heel... Allee, ja, ze kunnen de manieren waarop dat hackers het doen voorkomen. Maar ja, hackers zijn er... Je bent natuurlijk pas een hacker als je de manieren vindt die nog niet voorkomen zijn. Dus ik vind dat ook heel frustrerend. En ik heb ook zoiets van, allee jongens, fix dat nu eens. Maar ik durf te wedden dat dat wel een pak moeilijker is dan dat wij denken. Nu, ik heb er voor de eerste keer kennis meegemaakt toen ik nog de allereerste Delta Force van Novalogic, dat moet eind jaren 90 geweest zijn, denk ik, online speelde, met mijn 45k modem hier thuis. En toen waren er ook al cheaters doorheen de jaren. En dan spreken we toch over 20 jaar later vandaag, als ik dat zo mag stellen. Allee, ja, ik snap het. Ik snap het eigenlijk eerlijk gezegd niet goed. Dus dat wil dus nu al zeggen dat we zelfs bij de launch van Vanguard al te maken gaan krijgen met cheaters. Goh, ik heb het onlangs ook gehad, een paar maandjes geleden, dat ik nog eens goesting had om een oude COD terug te spelen. Een van mijn favorieten ooit, Call of Duty Modern Warfare 2. En ik zette dat op PlayStation 3 en die game, ja, dat is gewoon Hacker Festival. Hè. Je zet dat op en binnen de 5 minuten heb je 10 advertenties naar YouTube-kanalen, 5 porno-sites, 3 friend-requests, al je wapens opnieuw en ze ineens levelen 1 miljoen. Met een kill halen, dat lukt niet meer, want je valt constant door de map. Ja, dat begrijp ik niet, eerlijk gezegd. Absoluut niet. Maar we zullen er moeten mee leren leven, zeker. Ik dacht vroeger, ik ben weer over vroeger bezig, dat er toch een bepaald type van anti-cheat software bestond. Die je moest installeren, of was een tijd van GameSpy nog, ik weet het al, maar het is allemaal al zo lang geleden, maar ja, ik blijf er mottig van worden. Het probleem met die software is dat de games vaak ook heel traag maakten en zo, dus ik denk dat ze daarom er wel af zijn afgestapt. Nou ja, ik denk op zich, het feit dat er zoveel hackers in de nieuwe Call of Duty nu al zitten, wijst wel ook weer op het succes, hè, want dat er zoveel man al op hacks aan het zoeken is, wil ook maar zeggen dat de game toch weer serieus wat populariteit kent. Hè? Ja, maar zo snel. Het is om te beginnen vooral op PC dat er gecheat en gehackt wordt. Ik heb eigenlijk geen idee, wat je zegt op PlayStation 3, dat ook op PlayStation, op console dan zoveel hackers en cheaters zijn, die... Daar heb ik geen idee van eigenlijk. Goh, ik denk dat dat op console veel meer meevalt, want ik krijg er nauwelijks mee te maken, maar vanaf dat de developer van een COD zegt van oké, we stoppen met een deze te supporten, dan denk ik dat die hackers zo wat collectief een field day hebben, omdat die dan weten van oké, nu is het moment, ze gaan er niet meer naar omkijken, nu is die game van ons. Maar het is gewoon jammer dat het heel moeilijk is om zo'n oude game te spelen. Hè. Al is dat maar een man of 3 die er nog naar omkijkt. Enfin, ik begrijp het wel. Hè. Maar dan heb ik liever dat ze de servers afsluiten dan dat ze ze openlaten voor zo'n wasteland ervan te maken, zeg maar. Oh, dan is het ook weer moord en brand omdat de servers afgesloten worden. En zo is het altijd iets. Hè. Moment waar ik het zelf even over wil hebben, is de zoektocht naar de nieuwe James Bond, die officieel nu mag beginnen, aangezien dat No Time to Die uitgekomen is, of gaat uitkomen. Ja, vandaag. Niet vandaag op het moment dat wij vandaag zeggen, of dat de mensen vandaag horen. Maar No Time to Die is er dus. Dat betekent ook dat Daniel Craig, ja, eigenlijk officieel geen James Bond meer is.
En vanaf volgend jaar heeft Albert Broccoli, de maker en de studio en noem maar op, hebben die gezegd dat dan de zoektocht officieel begint. En ik vind dat zelf altijd wel een heel leuk moment. Ik ben een heel grote James Bond fan. Mijn favoriet was Pierce Brosnan. Ik weet niet of dat er hier nog fans zijn die zeggen van dit was mijn favoriet. Dat was mijn eerste. Ik weet niet of dat mijn favoriet is, maar ja, dat is toch iets speciaals. Mijn eerste Bond, zo. Mm-hmm. Ik heb ze allemaal gekend, want ik ben oud genoeg. En ik vind, ja, Sean Connery uiteraard. Maar ik vind ook dat dingen, Roger Moore dan is slecht eten. Maar ja, daar wil ik met een tijd mee gaan. Ik vind Daniel Craig echt zalig om naar te kijken. Net zoals ik in de tijd van Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, graaf vond. En George, was George Lazenby zeker? Ja, inderdaad. En dan mist je er nog één, Praga, van The Living Daylights and License to Kill. Heb ik Sean Connery gezegd? Sean Connery heb ik gezegd. George Lazenby heb ik gezegd. Roger Moore heb ik gezegd. En dan? En dan? Pierce Brosnan hadden we nog gehad. Nee, tussen Roger Moore en Pierce Brosnan zit er nog één. Holy fuck. Twee films gedaan. Als jij zegt Albert Broccoli, zeg ik Robert Bloemkool. Maar zeg, ik ga ja zeggen als je het zegt. Hè. Ik zal je een tip geven, Lucky Luke. Goh. Meer bepaalde vijanden Timothy van Dalton, Timothy Dalton. Voilà. Dus Timothy Dalton. Goeie tip, hè? Aan mij nog niet, hè. Ik heb zelf nu niet meteen een uber-favoriet wie dat ik zou willen dat de nieuwe James Bond speelt. Alhoewel dat ik denk dat Henry Cavill wel een goede keuze zou zijn. Alhoewel dat ik soms kwaad word van die zijn heel prominente kin, maar... Die is te jong, denk ik. Ja, en hij heeft ook al zijn rollen. Oh, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk bang dat ze op zoek gaan naar een vrouwelijk personage. Ik zou het niet erg vinden als ze een vrouwelijk personage een grotere rol geven, zoals dat Daniel Craig heeft gezegd, maar mag niet van James Bond Jenny Bond of zo. Kan zomaar gebeuren, vrees ik. Maar wat is daar mis mee? Ik zou daar geen probleem mee hebben. Oh. Ik weet het niet. Je moet toch vast blijven houden aan bepaalde personages. Als het net is, als je zegt van we gaan Lara Croft een man van maken, dat is toch ook. Ja, ik vind bij Doctor Who hebben ze dat gedaan en ik vind dat wel geslaagd is. Het probleem was daar wel dat de schrijvers opeens slecht waren. Maar... Je zegt, ik kan daar twee dingen op zeggen. Eén, bij Battlestar Galactica hebben ze ook van Starbucks een vrouw gemaakt, terwijl het een originele man was. Dat vond ik al heel raar. Maar vooral in de James Bond films, de James die gaat nogal graag de katjes krabben in het donker. Als je snapt wat ik bedoel. En ik denk, als je een vrouwelijk Bond-personage zou hebben, en die gaat dan s'nachts de katjes krabben in het donker, dat ze alleen snapt te weten, een man mag in het rond vogelen om plat te zeggen, maar als een vrouw met 10 mannen naar bed gaat, is het genoeg. Snapt wat ik bedoel? Maar mogen je dat nu nog schrijven, zo van die scenario's? Ah ja, want we zitten nu met cancel culture en er mag niks meer, hè? Bij wijze van spreken. Mag een personage als James Bond nog de bloemetjes zo buiten zetten als vroeger? Ik heb recent nog een artikel gezien. Hij zet ze niet buiten, hij geeft ze water. Oh, ik heb recent... Hij geeft ze veel water. Recent een artikel gezien. Ik denk de regisseur van een van de Bondfilmen van Sean Connery, ik weet niet meer juist welke, die dat zei van, ja, de dingen dat toen in die film gebeurd zijn, zouden nu als verkrachting worden omschreven. Dat zouden nu niet meer kunnen doen. En met die hele woke-mentaliteit is het echt tristig. Je moet zien wat je zegt, tegen wie dat je het zegt, hoe dat je het zegt, waar dat je het zegt, wanneer dat je het zegt. Want de wereld is naar de klote, jong. Zeg, waar ik nu ook net aan dacht, wat denken we van Cillian Murphy? Ah, die ken ik niet. Dat is van Peaky Blinders. De Peaky Blinders. Moet die reeks nog zien. Maar ook misschien eerder als bad guy. Zal een hele bad guy zijn. Hij heeft wel die charme, zo die typische... Dat zou ik ook qua looks, qua charisma, die een dude dat de Mandalorian speelt, kunnen zeggen. Pedro Pascal. Of die gast al Loki speelt. Tom Hiddleston. Ja, Tom Hiddleston. Ja, akkoord. Dat zou ook wel een goeie zijn. Ja. Tom Hiddleston, ja, eigenlijk. Misschien is hem dat gewoon. Dat is de Groot-Brittannië, hè? We hebben het daarnet gehad over bloemetjes water geven. En van bedsport gaan we naar een andere sport voor uw moment van de week, Luca.
Ja, dus ik zou het eigenlijk willen hebben over iets. Ja, dat misschien... melk. Ja, nee, misschien eerder iets wat typisch qua game nieuws. Want er is namelijk een streamer in geslaagd om een toptijd neer te zetten op de 10 kilometer. En hij deed dat ook niet zomaar in zijn alledaagse outfit, maar wel in een volledig zelfgefabriceerde Uruk-hai-panzer. En de vraag die jullie allemaal stellen is waarschijnlijk: waarom de fuck heeft hij dat gedaan? Niet voor zijn plezier, maar wel om geld in te zamelen voor een goed doel, namelijk die Alex, een Canadese liefdadigheidsinstelling. En het is ook bovendien niet de eerste keer dat hij dit heeft gedaan. Hij heeft ook al in het verleden een paar runs gedaan om geld in te zamelen voor goede doelen. Dus ik kan enkel zo'n prestatie beamen en luid applaudisseren. Dus chapeau voor hem. En voor de leken onder ons, Luca, die niet zouden weten wat een Uruk-hai panzer is, van waar moeten ze dat kennen? Als je niet weet wat een Uruk-hai-panzer is, dan stel ik mij heel veel vragen over uw culturele achtergrond. Maar een Uruk-hai-panzer is dus als je Dark Souls speelt en je loopt door een fogwall, dan... Nee. Het is natuurlijk van de beste film ooit gemaakt, Lord of the Rings. Eerste vertoning van de Uruk-hais zijn in de tweede film, als Saruman... Even zijn leger bijeensprokkeld, om het zo te zeggen. Ja. Mm-hmm. En waarom is dat panzer dan gemaakt in Uruguay? Ja. Praga, volgende topic. Hey, Praga heeft hier geen recht op de flauwe moppen. Goh. Ja, maar one guy is enough, Roma. Doe ons deze niet aan, Ostambleef. Eindelijk is het er, het volgende deel in de Far Cry-reeks. De exotische first-person shooter die ons altijd naar prachtige junglegebieden en mooie steden brengt. Toch een beetje anders dan het normale en het verwoeste stadcomplex waarmee dat veel first-person shooters worstelen, brengt Far Cry 6 ons naar een prachtig exotisch eiland. Waar dat Giancarlo Esposito op ons aan het wachten is. De bad guy van dienst. Far Cry, altijd al bekend geweest om zijn iconische bad guys. Qua marketingcampagne heeft Ubisoft net 3 trailers gelost met daarin Esposito in de hoofdrol. Weliswaar in the flesh. Dus het is niet met gameplaybeelden of letterlijk. Het is Esposito die in levende lijve tegen de camera aan het spreken is, alsof dat je de speler bent. En die je valse tips geeft over hoe dat je zijn leger moet aanpakken. Die je een beetje uitlacht, die zegt dat hij het makkelijk gaat hebben tegen jou. En wat ik daar vooral heel opvallend aan vind, is dat Ubisoft al een paar trailers met gameplay had gelost. En daarop hadden ze kritiek gekregen dat toch niet er geweldig next-gen uitzag. En dan schakelen ze nu over op trailers die eigenlijk volledig live gaan. Is dat een goed voorteken of niet? En is dat een strategie die gaat werken volgens jou, Praga? Als ik me zo de voorbije jaren kan herinneren hoeveel uitgevers, ontwikkelaars dat gedaan hebben met van die fake gameplay trailers, of ze zeggen dat de gameplay trailer is en dan blijkt het een soort van cinematic te zijn. Ik weet toch met Assassin's Creed Valhalla, ik denk dat zelfs met Horizon Zero Dawn is voorgevallen, met Halo, met ik weet niet hoeveel andere games, vooral tijdens grote beurzen zoals E3, dat ze uitpakken met hele straffe trailers en daarachteraf het eindresultaat er helemaal anders uitziet, dat er een enorme backlash volgt. En als het spel dan uitkomt en het is goed, dan deemstert die kritiek toch weg. Hoe ga ik het zeggen? Ik denk, als je game de eerste keer voorstelt, dan wil je uiteraard er zo spectaculair en zo goed mogelijk uitziet. Want het moet direct verkocht raken aan de mensen. En dan achteraf, dat is heel veel ontwikkelaars hebben achteraf ook kritiek voor gekregen. Dat het zo gezegd, ik pak nu dingen daar, alleen van IE, Anthem bijvoorbeeld, daar is het serieus verkeerd gelopen. Bij sommige als bij Valhalla is het dan subliem goed gelopen. Ik denk als het eindresultaat uiteindelijk goed is, dat de mensen het wel door de vingers zien. Maar ondertussen heb je wel de aandacht en je weet wat ze zeggen. Slecht nieuws is beter dan geen nieuws. En slechte commentaar is beter dan geen commentaar.
Dat is wel moeilijk precies om te begrijpen voor jou, Roma. Ik zie je nadenken. Nee, ik was aan het denken over onlangs Battlefield 2042. Ook al zo winnen. Bracht ook zijn eerste, ja, de eerste trailer daarvan was ook volledig cinematic. Er staat dan bij met gameplay engine en dit en dat. En ik was super hype met die trailer. En ik had zoiets van, oh my god, ik ben echt pumped. Ik ben wel, ja, een vrij makkelijk slachtoffer voor zo'n dingen. Maar heel veel van mijn maten hadden dan de reactie van, ja, wat hebben we daar nu aan gezien? Niks van gameplay. En dat klopt eigenlijk ook volledig. Ja, ik vind vooral, als je dat doet als teaser, als een eerste teaser trailer, vind ik dat oké. Dan lijkt me dat geen probleem, dat hypt mensen op. Zoals bijvoorbeeld Far Cry, dat in het begin had gedaan, vond ik super. Die trailer vond ik geweldig. Was ik ook helemaal mee op de trein. Maar als je dat blijft herhalen en blijft gebruiken, dan verliest dat zoals een charme. En allee, laten we eerlijk zijn, wat het publiek uiteindelijk wint, is gewoon gameplaybeelden die er goed uitzien, die deftig in elkaar zitten en laat die acteur dan vallen. Of ja, laat die wel vertellen op de achtergrond met gameplaybeelden of zo. Maar ik moet daar zo een evenwicht in zoeken. Ik kan er ook mee leven, één, als ze het zeggen. Ja, van kijk jongens, dit is een trailer die dient voor promotionele doeleinden of bla 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 allemaal. Ofwel als ze er dan bij zitten van kijk, these images are work in progress en kunnen verschillen van het uiteindelijke eindresultaat. Wat ik bedoel. Ik vind ook wel, idealiter heb je beide, hè. Ik denk, als developer heb je een bepaalde visie en een bepaalde wereld dat je wilt schetsen. En ik denk, zeker bij een game als Far Cry, waar dat je dan zo'n iconische setting ook wilt neerzetten, wilt je wel ook zo van die pre-rendered trailers tonen, waarin dat alles er heel gelikt uitziet, gelijk hoe dat de makers het in gedachten hebben. Maar je wilt natuurlijk ook de gameplay tonen met daarin, ja, hoe dat je het er effectief uit gaat zien. En het is Ubisoft, hè. En ik denk dat Ubisoft al danig zijn broek heeft gescheurd aan zogezegde gameplay trailers die er totaal niet uitzagen welke dag het moest zijn. Mm. Watch Dogs. Remember Watch Dogs. Dus ik denk dat zij nu... Oké, ze krijgen nu kritiek dat je het er niet zo next-gen uitziet als dat je zou willen. Maar ik denk dat je liever als developer dat hebt en dat dan eigenlijk de Praga zei bij Assassin's Creed, dat mensen achteraf zoiets hadden van, amai, dat is eigenlijk een keigoed spel. We zijn er tevreden van. Ik denk dat je liever dat hebt, dat mensen op voorhand kritiek geven, dan dat ze net kritiek geven wanneer het spel uitkomt, wanneer de sales echt gaan moeten beginnen komen. Maar je schiet jezelf toch altijd in de voet als je een trailer uitbrengt waarvan dat je op dat moment al weet van, in-game kunnen we dit nooit realiseren. Dat hangt vanaf. Als je het verkoopt als gameplay trailer, ja, dan schiet je zelf in de voet. Ja. Maar als je het verkoopt als ja, gewoon een pre-rendered trailer, een die dat gewoon het verhaal wat meer moet schetsen of zo, bah, ik weet niet. Elke game heeft cutscenes. Er zijn nog altijd games met veel pre-rendered cutscenes. Ja, ik bedoel, waarom niet, denk ik dan. Watch Dogs was een heel mooi voorbeeld dat je daar aanhaalde. Een trailer die zelf nooit, die er waarschijnlijk ook veel beter uitzag dan de game. Jammer genoeg hebben we de game zelf nooit gekregen. Weet er iemand van Ulder, of herinnert zich iemand van Ulder nog, de trailer van Dead Island 2? Amai, hoe geniaal en cool was die. Fantastisch. Een van de beste game trailers ooit gemaakt. Misschien nog altijd de beste. Absoluut. Ja. Persoonlijk. Dat was fantastisch. Ja, absoluut. Maar dat plaatje klopte gewoon helemaal. Ook de muziek die daarbij zat, de sfeer die daarbij zat, de emotie. Ik voelde bijna, ik had medelijden. Het was echt een pakkende trailer, vond ik. Maar pas op, Praga. Je zegt nu een heel pakkende trailer, dan denk ik dat jij het over de trailer hebt waarbij dat zo die vrouw uit het raam aan het vallen is en die man er zo in achter met die zombies in achteruit en dat meisje en bla bla bla. Allemaal. Ja, voilà. Wat een andere dan? Ah, wel. Ik pop op de stoel. Shit. Ik ben op de stoel gevallen. Hij valt ervan van zijn stoel. Oh, het is zo jammer dat deze podcast geen beelden heeft. Normaal gebeurt dat pas op je 75 of zo. Amai, hoor. Ik heb zo'n stoel met Willeke en die schoof ineens achteruit. Oh, okay. Dat is jammer dat de mensen dat nooit gaan zien. Beeld het u in, mensen. Beeld het dat u in. Bij u in de kamer vragen. Ja, mijn laatste zoon. Die ook plat ligt van het lachen waarschijnlijk. Amai, in plaats van zijn oude arme vader te komen helpen, die mij op die kant gaat lachen. Ik ga met mijn testament schrappen. Nee, maar
Praga, ik had het op de trailer van Dead Island 2, want ik weet niet of degene waarover dat jij praat, of dat dat een 2 of een 1 is, maar ik had het op die trailer met die een jogger. Die steekt zijn oorkes in, die begint te lopen, en dan tijdens het lopen krijgt hij door dat hij gebeten is. En je ziet die muteren tijdens dat rockleaken en achter hem gebeuren eigenlijk allemaal zotte dingen en die heeft allemaal niet door. En dat vond ik geweldig. Ik had op de eerste, had ik het. Gruwelijke graphics, clunky gameplay, bugs en glitches, oliedomme verhalen, achterlijke dialogen, gebroken mechanics, belachelijke sound effects, lege holle levels en een dode wereld. Er zijn tientallen redenen om een game slecht te vinden, maar iedereen heeft wel zijn favorietjes die, ondanks dit alles wat ik nu heb opgenoemd, toch geliefd blijven. En daarom hebben we in deze aflevering voor onze rubriek Crème de la Crème het over onze favoriete monstertjes van Frankenstein. Games die heel slecht onthaald werden of zelf bekend staan als gigantische flops, maar door ons toch o zo geliefd zijn. Luca, welke games heb jij op uw kerfstok die je eigenlijk niet geweldig zou mogen vinden, maar fuck wat de anderen denken? Ja, dus ik ga even kort de situatie ook schetsen. Toen Roma met die vraag naar mij kwam, heb ik mijn hoofd echt bijzonder hard moeten breken om eigenlijk games te vinden. Want meestal koop ik enkel games die goed onthaald worden of zo, waar ik heel erg naar uitkijk. Maar dan ben ik toch gestoten op een game die eigenlijk vaak wordt omschreven als een van de slechtste games ooit. En dat is namelijk Star Wars Battlefront, zowel 1 en 2 op de PlayStation 4. En de reden waarom dat die eigenlijk heel slecht onthaald werden, heeft alles te maken met de microtransacties die EA in die game verwerkt had. Ze hadden aangekondigd dat ze dat gingen aanpakken, maar dat is totaal verkeerd uitgedraaid. En dat werd enorm slecht ontvangen door het publiek. Maar ik heb de game super graag gespeeld. Weliswaar omdat ik heel harde fan ben van het Star Wars-universum. Maar ik stoorde me eigenlijk totaal niet zo hard aan die games. Mag ik wel zeggen, als je zegt slechtste games ever, dat we wel gigantisch hard aan het overdrijven zijn? qua publiekscore wordt die game toch echt wel heel slecht onthaald. Werd heel slecht onthaald. Dan zal ik het eerder hebben. Zal ik direct mijn twee games zeggen. Dan zal ik het eerder hebben over ten allereerste Sniper Ghost Warrior. Die door iedereen werd afgebroken vanwege de belachelijk hoge moeilijkheidsgraad. En bugs en noem maar op allemaal. Terwijl ik dat spel heb gespeeld en er echt weinig tot geen last van heb ondervonden. Of we hebben het er al eerder over gehad vandaag. Over de allereerste Watch Dogs. Die door velen nog als de slechtste van de drie wordt beschouwd, terwijl ik die echt als de beste van de drie beschouw. En zo heb ik nog 10 games, of misschien meer games, die ik doorheen al die jaren heb gegamed, waarvan ik zeg van, fuck you man, ik vind deze wel goed. Ik heb er 3. En ik zal... Ene daarvan is matig onthaald en 2 daarvan zijn echt slecht onthaald. En grappig genoeg, 1 daarvan ook door mij in een review. Maar dat is dan eigenlijk een andere discussie van dat je soms als reviewer ook al... vinden zelf iets heel goed, nog altijd moet kunnen zien wat dat de minpunten zijn. Maar de matige game die ik heel goed vond, was The Order 1886. Ah, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Dat was ook een hele goede spel, vond ik. Optikken, die stond ook op mijn lijst, Roma. Excuses, Laszlo. Ja, maar ik heb er nog 2, dus vertelde jij dan eens, Laszlo, waarom dat jij The Order goed vond? Goh, ja, hoe moet ik zo wat die periode schetsen? Hè? De PlayStation 4 was net uit en er zat nog heel veel potentieel in dat apparaat. En die Order 1886 zag er ongelooflijk goed uit, zeker voor die in tijd. En ik heb het ook helemaal voor dat Victoriaanse sfeertje. De kritieken dat erop kwamen was dat een gameplay nogal rechtlijnig was, dat het niet lang duurde en dat er eigenlijk heel weinig uitdaging in zit. En kan ik helemaal mee volgen, maar voor mij ging die game echt meer om die setting en gewoon even een showcase van oké, dit is de nieuwe generatie van gaming en voor mij heeft die game dat 100% gedaan. Ah wel, ik had het zelf eigenlijk niet beter kunnen zeggen, dat was bij mij zo hetzelfde. Dat verhaal had mij mee en ja, dat was simplistisch, maar ik heb ook niet zoiets van elke game moet mij challengen totdat ik minstens een keer de controller tegen de muur heb gesmeten. Nee, dat mag voor mij eens heel straightforward zijn, zo van ik weet altijd perfect wat te doen, perfect waar naartoe te gaan. Bijvoorbeeld onlangs met Aliens Fireteam Elite had ik dat ook van. Er zat geen enkele puzzel in, geen enkele uitdaging. Dat was gewoon constant knallen, maar soms is dat je stof. Exact.
De twee andere games die op mijn lijst stonden, die waren alle twee wel ja, echt slecht. Eén daarvan heb ik voor Nine Lives in een tijd nog een 4,5 op 10 gegeven. Maar dat heeft er mij niet van weerhouden van dat wel 20 uur te spelen online. En mij er eigenlijk echt nog mee te amuseren. Maar, zoals vaak bij slechte games, ik speelde dat online met maten. En dan worden alle frustraties eigenlijk gewoon hilarische taferelen. Ik heb het over Predator Hunting Grounds. Oh, dat was kei slecht. Ah wel, dat was PS4 met graphics van de PS2 die te lang in het wasmachine heeft gezeten. Verschrikkelijk grafisch, verschrikkelijke sound effects, een ongebalanceerde multiplayer. De slechtste AI ooit, maar ja, als je dan met wat maten tegen die slechte AI ligt te knallen en al zo, ay, dat werd hilarisch. Hè? Dat is zo een van die voorbeelden van zo slecht dat je teruggoed werd. Heb je ook ooit Evolve gespeeld? Nee, die heb ik... Ja. Gelukkig of jammer genoeg. Jaar, ik vond Evolve wel echt goed, ondanks dat dat nooit niet echt is doorgebroken. Ik vond dat wel plezant. Nee, ik heb het niet graag gespeeld. Nee. Nee. En, ik heb er ook nog een, Roma. Ah, vertel. Verdomme, dan kan je er nog een. Ene die jij misschien ook gaat beamen, dat hoop ik. Nee, namelijk Call of Duty Ghosts. Ja, wow. Call of Duty heeft altijd wel een benchmark van kwaliteit. Ghosts was inderdaad een mindere. Maar ik speel elke COD's. Ik vond dat Ghosts een leuke campaign had, met een toffe cliffhanger en al zo. Alleen die maps online vond ik veel te grauw en veel te groot. Je liep er altijd verloren in, vond ik. Dus nee, ik was geen superfan, maar ik ben in het algemeen wel een fan van COD. Dus. Ja, maar ik wel. Ik vond alles bij die game vond ik goed. Die opbouw, die trailers. En dat is een van de laatste die ik ook echt nog veel heb gespeeld online. Daarna is het wel beginnen hangen met die Advanced Infinity Warfare, al die zeven. Oh, ja, ja, ja. Daar zijn ze mij volledig verloren. Maar deze was een van de laatste. Voor de reeks, hè. Niet zo die in Ghost. Zoals ze de eerste iedereen het erover eens was van... Het is weer hetzelfde. Ja, maar dat is de eerste op de PS4, geloof ik. En dan denk ik sowieso aan Spec Ops The Line. Van 2K een paar jaar geleden. Een fantastisch spel, fantastische setting, fantastische verhalen. Een beetje gepikt van Apocalypse Now en ook eigenlijk harde keuzes ondertussen die je in spel moest maken. En ik vond het een geniaal spel. Dat is ook zo een van die zwaar onderschatte games, vind ik. Echt jammer. Spec Ops The Line, check it out. Absoluut, nog altijd nu. De laatste die ik nog wil aanhalen is eigenlijk mijn grootste. Dat is een game... die echt slecht is. Eigenlijk zou het geen 10 euro mogen kosten. Ze hebben zelf getwijfeld ook om dat offline te halen. Ik heb het niet over Cyberpunk. Maar dat was van een serie. Wat dat voor mij een van de tofste series ever is. Er was al zo lang niks meer van uitgekomen dat ik daar zo neig naar uitkeek. En dat kon mij geen reet schelen dat dat verschrikkelijk was. Ik heb dat met grootste plezier van de wereld 2 keer Rinkanien uitgespeeld. Een van de slechtste sportgames ooit gemaakt, Tony Hawk's Pro Skater 5. Ah ja, right. Dat heb ik nooit gespeeld. Bij mij Tony Hawk gestopt, ten tijde van zijn skateboard afstapte en begon rond te lopen te voet en daarna met de auto. Goh, daar is bij mij begonnen. Underground. Hè. Underground is een van... Als ik een top 10 van games maak, of all times, staat Tony Hawk's Underground er altijd in. Altijd. Nee. Nee, ja. Never fuck with het origineel, nee, jongen. De meest gespeelde game uit mijn jeugd, denk ik. Ah, wel, als er een game is die ik zo retro gaming nog eens volledig uitspeel, ik denk dat ik Underground al 6-7 keer heb uitgespeeld. Minimum van New Jersey naar Manhattan, naar San Diego, naar Hawaii, naar Vancouver, naar Moskou. Oh, jongens, toch. Ik ben smoorverliefd op die game. Maar Pro Skater 5 was na zoveel jaar, hè, de terugkeer, volledig geflopt onder een nieuwe developer, dat er ook echt op ging... kloten. Dat was echt slechter dan pakweg Pro Skater 3, ook grafisch. Terwijl dat er zoveel jaren, decennia tussen zaten bijna. Maar toch, dat kon mij gewoon niet schelen. Ik had zoiets van, ik heb terug een Tony Hawk. Ja, die is verschrikkelijk, maar ik heb terug een Tony Hawk. Nee. Maar was dat niet bekend aan speelbaar? Ja, absoluut. Ook omdat je er constant online voor moest zijn. Maar je speelde dan niet online met mensen en... Ja, dat zat verschrikkelijk in elkaar.
Ook de soundtrack, die was niet doorlopend. Die stopte elke keer als je naar een nieuw level ging. Dus je hoorde eigenlijk geen enkel nummer volledig. Kei glitchy, kei buggy. Heel veel slechte lines. Echt slecht ontworpen levels. Dat trok echt op geen zak. Want het grappige is, toen dat ik in beu ben geraakt, maar ik nog wel goesting had in Tony Hawk, ben ik Underground aan terug beginnen spelen. En die is oprecht beter. Ik heb nog één laatste misschien om mee af te sluiten. Het is geen Tony Hawk Pro Skater 5 level van slecht, maar fans van de Dragon Age-reeks zullen misschien zich herinneren dat een tweede Dragon Age nogal dik tegensloeg als je de eerste gewend waart. Maar ik ben daar niet mee akkoord, want je hebt gewoon mensen die er een hobby van maken om games gelijk als Need for Speed, Tomb Raider en zo gewoon systematisch af te kraken. Juist als met Mass Effect het geval. Mass Effect ook zo, nog zo'n reeks. Andromeda, de derde, was zogezegd zo slecht. Ik heb dat spel uitgespeeld, ik heb van elke seconde genoten. Ja, die had ik ook nog. En dat gezegd, Dragon Age is ook zo'n spel dat om een of andere reden altijd onder vuur komt te liggen. Is dat nu omdat de BioWare, ik weet het, BioWare, EA... Wel, maar het probleem met een 2 was dat het echt zo'n breuk was met de stijl. Ook grafisch zei dat er totaal anders uit. En de gameplay van een 1 was meer tactisch, terwijl een 2 meer ontworpen was om gemakkelijker te laten spelen op consoles en zo. Dat heeft heel veel mensen tegen de haren ingestreken. Maar ik vind nog altijd, en ik ben een immense Dragon Age fan, ik ga dat niet onder stoel of banken steken, dat die een eerste, dat is mijn all-time favorite PC-game. Dus die 2 kon mij ook wel bekoren. Niet zo goed als een eerste natuurlijk, maar ik vind dat nog altijd een heel goed spel. En ik vind dat zelfs een van de laatste games van BioWare dat echt, echt topgame is. Om jullie weg te sturen met gedachtegoed goed voor 2 weken, hebben we nog de suggesties van het huis. Luca, wat wilde jij de kijkers aanreiken? Een hele goede game, eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk het geweldige genoegen gehad, omdat Praga mij een geweldig cadeau heeft gegeven vorige week. Hij heeft me namelijk een reviewcode bezorgd voor Kena Bridge of Spirits. Dat is een game ontwikkeld door een toch maar bescheiden indie-studio, om het zo te zeggen. Namelijk Ember Lab, die destijds nog werd opgericht door 2 broers. En die zich dan eigenlijk voornamelijk hebben bezighouden met het ontwikkelen van zowel commercials als merkapplicaties. En zich daarna toch voor een eerste keer hebben toegelegd op een eerste gameproject in samenwerking met Sony, om dan deze game, die later de naam Kena Bridge of Spirits heeft gekregen, te ontwikkelen. En ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik ben enorm onder de indruk. Het is echt een top game gewoon. Het zit heel goed in elkaar. Het heeft meerdere elementen die een top game nodig heeft, zowel platform elementen als genoeg actie, adventure, puzzle elementen. En daarboven is het ook zeker niet makkelijk. Hè. Toen ik het voor een eerste keer zag, dacht ik eerst van amai, dat wordt zo'n family game die je op 2 uur uitspeelt. Maar dat is totaal niet waar. En zoals de kijkers waarschijnlijk wel weten, ben ik zeker niet de minste qua moeilijke games, omdat ik Dark Souls, dat ik toch wel een Dark Souls fan ben, een kleine fetish voor heb. Maar toch heb ik mijn momenten echt moeten zweten en liggen vloeken op mijn console, want dat is echt soms veel te pittig. Praga, geef ons een suggestie, maar beloof gewoon dat het niks met inktvissen te maken heeft. Dat is kei moeilijk, want het gaat over Squid Game op Netflix. De Koreaanse hype van het moment. En een serie die eigenlijk elke gamer moet zien. Aangezien het gewoon waanzinnig zot is. En met waanzinnig heb ik het echt op elk element uit de game. En met zot nog meer. Kort samengevat, 456 mensen, veelal sukkelaars, die als ze dood zouden zijn door niemand gemist zouden worden en die overal een berg schulden hebben, worden in een soort van battle royale tegen elkaar uitgespeeld. Kinderspelletjes. Zoals Dikke Bertha van Schipper Mag ik overvaren, ja of nee, dat gedoe. Of touwtje trekken. En het is gewoon, ik ga zeggen, een dodelijk, bloederig spel, want hier gaan ze effectief in dood. En het is, ja, je moet het zien om het te kunnen geloven, want het is echt bikkelhard. Het is echt, je gaat niet geloven wat je op televisie ziet. Ik heb die in trailer gezien, ik vond dat er heel bizar uitzien. Absoluut, maar het is te zot voor woorden.
Mijn suggestie is van muzikale aard. En ik heb het eigenlijk kort samengevat als metalcore mayhem. Dus bericht aan alle luisteraars die naar andere muziek dan metal luisteren. Dat is tof, maar begint naar metal te luisteren. En dan bericht aan alle luisteraars die naar metal luisteren. De voorbije week en deze week komen er 3 supergoeie albums uit. Heel kort samengevat. Voor fans van Parkway Drive, Bring Me The Horizon, I Prevail. Nieuw album van Wage War. Heel, heel goede metalcore band. Album heet Manic. Zeker het beluisteren waard. Lekker bruut, lekker hard. En de singles van het album, ja, spreken mij gewoon enorm uit. Voor wie dat het een beetje meer loco mag, is er de band met de geweldige naam We Butter The Bread With Butter. Dat is een Duitse band. Denk Eskimo Callboy, maar dan nog een gradatie gekker. Die hebben net hun album genaamd Das Album uitgebracht. En dan derde is iets meer hardcore voor fans van bands zoals Madball, Knocked Loose, Terror. Is er het debuutalbum van de band Dying Wish, genaamd Fragments of a Bitter Memory. Met een vrouw met meer ballen dan ik zelf durf ik te zeggen, Emma Boster. Denk ook aan bands zoals Walls of Jericho of Arch Enemy. Dus dat album is zeker ook de moeite. Dus er is gewoon keiveel goede muziek die aan het uitkomen is. 2 weken geleden had je ook de nieuwe EP van Freddie Mercury. Praga is aan het headbangen niet te doen. Wel 5 tips dat je hier had gegeven. We zeiden, people, wij mogen er maar 1 geven elk. Hè? Maar ik heb het samengevat als metalcore mayhem. Dus het is één. De tip is gewoon, luistert alle nieuwe metalcore. Dat is Laszlo, het is aan u, Laszlo. Dus dit jaar videogame mayhem. het eerste spel dat zat ik op dit jaar is... mijn suggestie is er eentje waar ik nooit van gedacht had dat ik het als suggestie zou nemen, om eerlijk te zijn. In 2019 is een speciaal spelletje verschenen met de naam Death Stranding. U misschien wel bekend van ene Hideo Kojima. Nogal een rare Japanner met een heel raar gevoel voor humor, een heel raar gevoel voor storytelling soms. En vooral zijn scripts en scenario's zijn van de pot gerukt, om het zacht uit te drukken. Ik denk dat ik Death Stranding zelf niet meer echt moet uitleggen. Een beetje een walking simulator. Je bent een soort van koerier die de taak krijgt om de steden van Amerika terug met elkaar te gaan verbinden na een soort van apocalyptisch evenement genaamd The Death Stranding. En dus recent is daar de Director's Cut van uitgekomen. Mijn review daarvan kan je uiteraard lezen op Pragalicious, maar ik zal even kort schetsen wat er bij mij zo interessant aan was. Vreemd genoeg, ik heb het spel in 2019 gespeeld, dan heeft het mij niet kunnen bekoren. Ik herkende dat je het zo goed in elkaar zat, maar ik kon me niet echt boeien. En nu klikte het meteen. Ik ben verliefd geworden op het spel. Dat heb ik ook in de review zelf geschreven. Het is gewoon, ja... Ieder tocht dat je doorheen het landschap van de game maakt, is heel rustgevend. En het is zo'n ultimate chill game. Zo, je zet wat muziek op de achtergrond en je kunt ze gewoon wat ontstressen na een lange, zware werkdag. De muziek is dan die metalcore die ik vermeldde, hè, luisteraars. In dit geval niet, maar oké. Okay. In jouw geval misschien wel. Vreemd genoeg, hè, de Director's Cut heeft zo'n paar dingen toegevoegd aan de game die het zo wat toegankelijker moeten maken. Zoals bijvoorbeeld een soort van buddybot waarmee dat je dan hè, de gear dat je moet verchezen. Je kunt dat er gewoon opsteken en moet zelf het zware werk niet meer doen. Maar eigenlijk zijn dat net de minpunten voor mij aan die Director's Cut. Al die toevoegingen maken het spel eigenlijk te gemakkelijk voor wat dat het eigenlijk bedoeld was te zijn. Dus als je into Kojima zet en je hebt dat Stranding nog niet gespeeld, speelt hij een Director's Cut, zou ik zo zeggen. Moet je dan de gewone versie spelen of de Director's Cut als de toevoegingen eigenlijk niet echt veel toevoegen? Ik zou zeggen de Director's Cut, omdat daar ook grafisch zit hij er een pak beter uit nog. Je hebt nu ook ik heb zelf de PS5 gespeeld. Heb je support voor de DualSense controller, die daar subliem is. Ik heb het in mijn review ook gezet. Het is de beste DualSense implementatie sinds die in Astro Playroom. Playroom, ja. Dus ja, bon.
dat op zich is al een extra ervaring. Maar ook, ja, het is sowieso 60 frames per second, ook in quality mode. Dus dat wil zeggen native 4K beeld en dan nog 60 frames per seconde. Dat is voor zo'n spel waarin dat je constant aan het bewegen bent wel heel aangenaam om te spelen. Dus ik zou sowieso een director's cut kopen. Als je de gewone versie hebt, dan kun je upgraden naar de director's cut voor 10 euro, zeker? Hè? Ja, inderdaad. Voilà. Met Laszlo zijn liefde voor de director's cut van Death Stranding sluiten wij af in de episode die eigenlijk altijd gewoon over liefde voor games gaat. En een beetje metalcore toch ook deze week. Hè? De podcast die kan je terugvinden op Spotify, op YouTube, op Apple en op elke podcastapplicatie die weet wat goed en lekker is. Alles van Pragalicious vind je terug op Facebook, op Instagram, op TikTok en op pragalicious.com natuurlijk. En als je vragen, verzoeken of liefdesbrieven voor ons hebt, dan mag je die ook altijd doorsturen naar podcast@pragalicious.com. Binnen 2 weken keren wij terug om ongeveer 3 kwartier van jullie tijd in te nemen om jullie wijzer en lulliger te maken. Tot dan!